Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. Nu wel, Stan. Hij staat nu aan. Nou, ja, leuk. Gaan we starten. Stan Verhoeven, ja. Welkom in het e-commerce café. Dankjewel. We zijn eigenlijk bij jou. Dus... Zeker. Welkom hier. Dankjewel. We zitten in een nieuwe locatie. Ja. Vrijdag ben je ingetrokken. Zeker. Het is vandaag woensdag, dus we zitten er nog geen week. Dit is voor ons allemaal spiksplinternieuw en hartstikke spannend. Gaaf. Ja, mooie locatie. Dankjewel. In Den Bosch. Nee, we zitten in Bokstol. Bokstol, vlakbij Den Bosch. Klopt. En vlakbij Eindhoven. Ja. Het ligt dichter bij Eindhoven dan Den Bosch. Ik denk het wel. Daar zal het precies tussenin liggen. Het zal niet zoveel schelen. Okay. Hey, je bent co-founder van Etrias. Klopt. En Etrias heeft, ik had 37 Nederlandse websites. Ja. Ik noem er een aantal. Badkamerstore, Bedsupply, Dekbeddenwinkel, Hoeslagershop, Kookexpert, Pannenwinkel, Prullenbakkenstore, De Schoenenfabriek, Outdoor Supply, De Dakkofferstore, Trampolinezaak, Tennisplaneet, Geboortewinkel. En er waren nog een aantal. Ja. Maar ik kreeg ze niet allemaal op mijn papiertje. Nee. Het zijn er nogal wat. Ja, dat zijn er nogal wat. Ja. En dan begreep ik ook nog dat je er ook nog een aantal hebt in het buitenland. Ja, wij zijn internationaal actief. Dus een vergelijkbaar portfolio zoals je dat hier noemt, voeren wij ook in Duitsland, in Frankrijk en in Engeland. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus daar heb je ook 37, die hebben allemaal weer een eigen identiteit in dat land. Ja, wij noemen ons als Etrias zijn een keten van online speciaalzaken. Dus inderdaad, al die specialistische webwinkels van die je net noemde als een hoeslakenshop, is in Duitsland natuurlijk Spanbedlaken-experten. En een regelaars-expert is in Frankrijk Botteploei. Dus nou ja, zo hebben we dus voor al die landen en productgroepen aparte webwinkels. Kijk eens aan, gaaf. Je gaat vanaf hier dadelijk ook alles verzenden. Vandaar, het klinkt hier nog een beetje hol. Ja. Dus dat komt omdat het nog een beetje allemaal ingericht moet worden. Klopt. Dus maar hartstikke gaaf in ieder geval. Hey, naast co-founder bij Etrias ben je mentor bij NL Groeit? Ja, dat klopt. Ja. Ik ben mentor bij NL Groeit. Ik begeleid daarbij andere ondernemers als ze een beroep op mij doen. Dat zijn op dit moment twee, dat is ontzettend leuk. En ik heb zelf ook een mentor. Kijk. Dus daar heb ik veel aan. Ja, dat is zinvol. Ik heb er ook een en die ken jij ook. Oh. Met Sander. Ah, leuk. Dus, maar dan komen we misschien daar ook nog even op. Wist ik niet. Ja. Bij NL Groeit zeg je, ja, je stuurt op cijfers sturen, oftewel cashflow management en een helikopterview. Dat zijn, en online marketing uiteraard. Ja. Dat zijn jouw speerpunten bij als mentor. Ja, dat zijn skills die ik denk ik kan inzetten en eventueel ook bij andere bedrijven toepasbaar zijn. Gaaf, oké. Okay. Een uitspraak van je is in 2020, ja, geen idee wat ik ga doen, en dat is ook juist zo leuk. Ja, nou ja, het is bijna 2020, het komt heel snel dichtbij en ik begin ook iets meer een beeld te krijgen wat er gaat gebeuren. En in ons geval betekent dat inderdaad de insourcing van onze warehouse activiteiten. Dat is één van de belangrijke speerpunten voor komend jaar. En verder blijft die visie wel staan dat wij in een landschap opereren dat ontzettend veranderlijk is. En dat het moeilijk is om vooruit te kijken, maar dat inderdaad ook juist de spanning met zich meebrengt en ontzettend veel mogelijkheden en kansen biedt. Dat bevalt me nog steeds. Oké, gaaf. Hey, je bent begonnen met 70 uur in de week te werken. Ja. Doe je dat nog steeds? Nu heel even weer wel. De afgelopen jaren is dat gelukkig niet nodig geweest. Op zich, als je veel plezier in je werk hebt en je bent ondernemer, gaat dat vrij natuurlijk. En is dat, denk ik, ook helemaal geen groot probleem en ook helemaal niet zo ongezond. Om dat op structurele wijze heel lang te doen, vind ik niet prettig. Dus ik ben blij dat ik dat de afgelopen jaren niet heb hoeven doen. We zitten nu inderdaad weer in een fase dat er even wat extra's van me wordt gevraagd. Dus ja, nu is dat wel weer even het geval, ja. En dan vind je het ook weer leuk om... Geef je nieuwe energie, absoluut. Oké. Je bent ook op een soort sabbatical geweest van 9 maanden. Klopt. Er is heel veel over te vinden online. Ja. Dat vertel je vaak in het nieuws, dat soort dingen, of interviews. Klopt. Ik wil daar niet te lang over doorgaan, want het is al overal te vinden. Ja. Maar wel even kort, wat is de aanleiding daarvoor om dat te gaan doen?
Nou, we begonnen inderdaad met die 70 uur per week werken als starter. Dat is ontzettend leuk en goed. Het is ons gelukkig samen gelukt om een bedrijf neer te zetten. Dan gaat jouw eigen rol ook veranderen. Daar had ik best wel wat moeite mee, eerlijk gezegd. Zoekende van, waar kan ik toegevoegde waarde leveren? Nou, dat lukte op dat moment niet perfect. Dat was de ene kant. De andere kant was juist... doordat je bepaalde dingen doet, kan je andere dingen niet doen, zoals de wereld bereizen. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om langer dan 10 dagen van de zaak weg te zijn. Dus vakanties zaten er zeker in, maar voor hele korte duur vaak. Nu was het eindelijk mogelijk om het los te laten, dermate goede mensen om me heen die het aankonden. En toch de mogelijkheid dus om die ambitie om wat meer van de wereld te zien en waar te maken. Dus daar hebben we gewoon met 2 handen aangegrepen. Gaaf. Ja, een verschrikkelijk leuke ervaring. Met heel veel positiviteit kan ik daarop terugkijken. 9 maanden heb je het gedaan? Ja, we zijn 9 maanden weg geweest. Het was vrij rigoureus, want toen ik ging, heb ik heel bewust mijn huis verkocht, mijn auto verkocht. Heeft mijn vriendin haar baan bij de bank opgezegd. En zijn voor onbepaalde tijd gegaan. Okay. Dus dat had na 3 maanden dat we weer op de stoep stonden kunnen zijn. Uiteraard was dat niet de verwachting. Het had 6 maanden kunnen zijn, 9, een jaar, 2 jaar. En wij kwamen er in de loop der tijd achter, we hebben het geweldig leuk met z'n tweeën, het is een prachtig avontuur. Maar qua werk, wonen, familie, vrienden, het begon echt te kriebelen en te missen. Ik wilde terug, of we wilden terug. Allebei. Okay. Dus toen kwamen we na 9 maanden weer met heel veel plezier weer terug naar Nederland. Oké, gaaf. Daar heb ik wel een vraag over. Ja. Je bent hier mede-eigenaar met 2 andere Klopt. Eigenaren. Ja. Stonden de deuren weer open toen je terugkwam? Ze stonden vooral niet open om weg te gaan in het begin. Dus dat was uitdaging 1. Ik mocht niet zomaar gaan. Moest een goede vervanger zoeken. Ja, we hebben heel concreet inderdaad een opvolger aangesteld. Goed ingewerkt. Letterlijk getest door een poosje niet op de zaak te komen en wel beschikbaar te zijn. Toen dat goed ging, toen stonden de deuren open in ieder geval weg te gaan. Toen ik terugkwam, stonden de deuren open om terug te komen. Daar waren wel kritische vragen over. Van, wat kunnen we van jou verwachten? Wat moet de nieuwe toegevoegde waarde gaan zijn? En ze hebben dus opnieuw naar mijn functie gaan kijken. En kwamen die van die mede-eigenaar of ook vanuit de organisatie? Vooral van mijn 2 compagnons. En ook wel vanuit mijzelf. Van, wat moet dat dan gaan zijn? Ik moet wel gaan werken. Samen een plan opgesteld van dit en dit moet er gebeuren. Dit zijn een aantal facetten die bij jouw skillset passen, waar we veel behoefte aan hebben. Graag het maar proberen. Ik heb echt waar, het klinkt heel gek als eigenaar, een tijdelijk contract gekregen. Want in al die tijd ben je wel nog steeds eigenaar? Ja, zeker. Absoluut. Als je een inkomsten of een winstuitkering of zo. Ja, daar had ik nog recht op. Ja. Maar uiteraard geen werkvergoeding, geen loon. Dat was er niet, want ik op dat moment heb ik niet aan het bedrijf gewerkt. En toen kreeg ik een half jaar contract. Fantastisch. In mijn eigen bedrijf weer. En om het waar te maken, dat is gelukkig heel goed bevallen vanuit alle kanten. En toen heb ik gezegd, we moeten weer vol tegenaan met elkaar. Gaaf. Ja. Leuk verhaal. Ja. Hey, waar word je blij van? Van heel veel dingen kan ik blij worden in de algemene zin. Nieuwe dingen zijn vaak toch wel heel leuk. Ik ben nu ook erg enthousiast met een nieuwe locatie, het insourcen van een nieuw proces. Daar kan ik heel blij van worden. Ook heel plat gezegd, van de omzet van Black Friday, daar kan ik ook heel blij van worden. Dat zijn gewoon van die piekmomentjes die ontzettend leuk zijn. Maar ook de kerstborrel met de hele club, met al onze medewerkers. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk leuk om te zien dat je na een aantal jaren waar je met z'n drietjes begon op die studentenkamer 8 hoog... uiteindelijk een heel team daar neerzet en het met elkaar doet. Daar word je gewoon heel vrolijk van. Gaaf. Ja, dat is leuk. Ja, dat is gewoon leuk. Black Friday gesproken. Als je de percentage van de groei ziet. Het is absurd. Records verbroken. 3 keer zo druk als op een normale dag. Weer meer dan een jaar drie geleden. 3 keer zo druk als op normale dag. Absoluut. En dat. En zijn jullie dan zo'n bedrijf wat het ook eerst de prijzen opvoert en daarna? Nee, zeer zeker niet. En sterker nog, wij proberen een relatief constant prijsbeleid te voeren. Wij proberen niet te onderscheiden op prijs. Wij geloven dat daar niet de toegevoegde waarde kan en moet zitten. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben,
ben ik ook helemaal niet zo blij met Black Friday. Want we gaan een piekmoment creëren waardoor alles in de soep loopt met de logistiek. En de mensen vaker nog teleurgesteld worden ook dat het niet op tijd geleverd wordt. En inderdaad, mensen verwachten enorme kortingen die soms helemaal niet haalbaar zijn, die niet uit kunnen. Aan de andere kant, wij proberen het heel eerlijk te gebruiken om gewoon overstok, restvoorraden tegen een scherpe prijs aan te bieden. Als mensen dat graag willen hebben, ja, perfect, dan is het een win-win situatie. En op die manier zetten wij dat in. En je merkt gewoon dat er zo ontzettend veel media-aandacht voor is, dat het inderdaad enorme bezoekersaantallen zijn. En als je dan ook nog eens redelijk mooie producten tegen scherpe prijzen hebt, ja, dan heb je veel omzet. Ja, dat is heel goed. Dus het gaat bij jullie vooral gewoon meer om het product zelf dan om de lage prijs? Eigenlijk wel. Ja, gaaf. Hey, een paar korte vragen. Ja. Jullie zijn begonnen vanaf een zolderkamertje. Ja. Met welke software zijn jullie begonnen? Magento. Ja, Magento was de start van onze eerste webwinkel. Ik denk een goede keuze geweest. Dat werkte goed. Er is nog steeds een stukje van ons systeem dat op Magento draait. Ons IT-team is wel alles uiteindelijk aan het ombouwen naar volledig eigen software. We hebben eigen software? Ja, super gaaf. Volledig in huis. Oké. E-mail marketing, welke software gebruik je? Destijds hebben wij Mailchimp altijd gebruikt. Werkt nog steeds goed, gebruiken we nu niet meer. We gebruiken op dit moment Copernica. Copernica, oké. Ja. En welke payment provider? We hebben ook verschillende gehad. Het gros op dit moment loopt via eCapture. Dat is eigenlijk niet de meest bekende in de markt. Nee, dat is helemaal niet zo. Is een onderdeel van Payvision en dat is een hele grote creditcard verwerker. En die hebben ook een PSP-dienst. Met scherpe tarieven en een hoge uptime en veel betaalmogelijkheden. Daarnaast werken we samen met MultiSafePay, wat bekender in de markt waarschijnlijk. Voor bepaalde diensten die Capture niet aan kan of wil bieden. En als backup, als er iets uit ligt dat we altijd door kunnen. Dat we niet afhankelijk zijn van één PSP. Oh, slim. Ja. Oké. En welke transporteur? Binnen Nederland? Binnen Nederland is onze belangrijkste transporteur DHL. DHL werken we nu al jaren mee samen. En we zijn heel blij te zien dat ze oprecht de nummer 2 zijn. PostNL is gewoon de marktleider in Nederland, daar kunnen we eerlijk over zijn. Op gebied van kwaliteit en prijs was dat zo. En mijn optiek, dat is een persoonlijke mening, is dat DHL gelukkig enorme stappen heeft gemaakt de afgelopen jaren. En het imago van de huisvrouw die met dat gekke autootje aankomt rijden tot een professioneel bedrijf maakt, steeds meer afhaalpunten. Beter lijkt om te kunnen gaan met piekmomenten, zoals een Black Friday of de kerstdagen, dan een PostNL zelfs. Wij zijn heel erg blij met onze partner DHL. Oké, duidelijk. Hey, en hoeveel man werkt er inmiddels na 2000? 11 zijn jullie begonnen? Ja, 2011 zijn wij gestart. Ja, we bestaan nu ruim 8 jaar. En vandaag de dag werken er volgens mij bijna 60 mensen bij ons. Zo dan. Dat is inclusief studenten, part-timers, zelfs ik denk dat ik jullie stagiaires ook bij meereken. Dus op een normale werkdag hier op kantoor zijn wij met 30 FTE. En in onze warehousing activiteiten die dus komende maanden worden opgestart, zullen we uiteindelijk ook 10 FTE nodig gaan hebben. Oké, en hoeveel staan er, want we hebben ook nog een fysieke winkel in Vught. Klopt. Nu nog? Ja. Hoeveel man? Daar is 1 iemand. 1 iemand? Ja. Die runt heel die winkel? Ja. Topper. Ja. Volgens mij heb je het al gezegd, in de landen actief? Ja, Nederland, België natuurlijk. Daarnaast Duitsland, Frankrijk en Engeland. Oké, gaaf. Zit je op bol.com? Zeker, bewust als outletkanaal. Amazon? Hetzelfde verhaal. AliExpress? Nee. Nog niet? In die zin, het grootste probleem is, wij hebben een vrij breed assortiment van 350.000 unieke artikelen. Okay. Dat is veel. Daarvan hebben we een deel zelf op voorraad in ons eigen magazijn. Een deel wordt besteld bij de leverancier op het moment dat de consument het bij ons bestelt. Daar kan ik straks verder op toelichten waarom dat wel of niet zinvol is. En het gevolg daarvan is dat wij dus onze voorraad ook niet kunnen gaan verspreiden over landen. Alles moet op één distributiecentrum liggen, want anders is dat niet te doen. En om vanuit hier naar China te gaan sturen of andere plekken in Azië, dat kan voor ons niet uit.
En om dan dus onze fysieke voorraad bij Ali weg te gaan leggen, kan ook niet, omdat we zo breed zijn. Dus voor ons is het echt gewoon puur een fysiek probleem. Dat we niet één product hebben wat we heel veel verkopen, maar heel veel producten die we een beetje verkopen. Oké, ja. Dat is een goede uitleg. Ja. Top man. Oké, voor de luisteraars en kijkers, e-commerce ondernemers, hebben we net even besproken, misschien een leuke kortingscode. Ja, leuk ja. Dus misschien kun je hem zelf uitleggen? Ja, tuurlijk. Voor alle luisteraars van deze podcast of kijkers op het YouTube-kanaal, vinden we het leuk om iedereen 10% korting voor de komende maand in ieder geval aan te bieden. En dat kan met de kortingscode e-commerce café. Kijk eens aan, hartstikke leuk. Dus maak er kans van gebruik van. Hè? Zeer zeker. Dat is altijd lekker. Ja. En vooral om te weten, dus je weet dat ze eigenlijk nooit kortingen geven. Nee, in principe doen we dat niet, nee. Dus, nee. Die heb je alweer in je zak. Absoluut. Oké. Okay. Stan, we gaan weer even naar het begin. Ja. Wanneer wist je dat je ondernemer wilde worden? Ja, dat is lang geleden. Je rolt daar, of tenminste, ik ben daar ingerold tijdens mijn studententijd. En dat kwam eigenlijk, ik had een bijbaan als online marketeer. En ik had een goede studievriend, die was technisch sterk aangelegd en die maakte dus websites voor vrienden en familie, de bakker op de hoek, het makelaarskantoor in het dorp, nou, noem het op. En een tweede studievriend, die eerst was Wouter, onze techneut. En Laurens werkte in het textielbedrijf van zijn familie. En Laurens zag eigenlijk met zijn ogen, joh, het gaat moeilijk in de winkelstraat. De fysieke winkels, hij moest de orders klaarzetten voor de V&D en voor de macro. En hij zag dat het niet zo goed ging met de V&D. Nou, we weten inmiddels hoe dat is afgelopen. En hij zag ook dat er juist enkele, wat kleinere spelers waren, die groeiende waren. En dat bleken webwinkels te zijn. En eigenlijk met dat idee van, joh, hey, daar gebeurt iets, kwam Laurens bij Wouter en mij terug van, hey, zou dat niet iets voor ons zijn, een webwinkel in beddengoed? Wij waren drie jonge gasten van, wat waren we, 21 jaar oud. Met nul verstand van hoeslakers, dekbed overtrekken of stoffen. Maar we hadden zoiets van, ja, laten we dat maar eens gewoon gaan proberen. Want Laurens had een mooi inkoopkanaal. Wouter zegt, nou, ik kan wel een webwinkel bouwen. En ik wist hoe ik bezoekers naar onze website moest trekken. Dus dat kwam heel mooi samen. En toen zijn we gewoon begonnen. Dus er is nooit een hele bewuste keuze geweest, ik moet en zal ondernemer worden. Maar ja, toen zaten we er eenmaal in en ja, toen zijn we er nooit meer mee opgehouden. Nou, ja. Ja. En hebben jullie toen gelijk de voorraad gefinancierd? Of? Nou, we hadden natuurlijk het geluk dat we starten eigenlijk. Nou, wat heb je nodig als webwinkel om te starten? Nou, een computer. Nou, die hadden we al nodig voor de studie, dus die hadden Pa en Ma mooi gesponsord. Kijk. Dan had je voorraad nodig. Nou, de familie van Laurens was eigenaar van de fabriek. Dus die zeiden, joh, maak je geen zorgen. Je mag achteraf afrekenen. Op zich heb je met e-commerce natuurlijk een mooi cashflow model. Dat de consument eerst bij jou kan kopen. Dat je daarna pas hoeft op te sturen en je rekening hoeft te betalen. Ja. Dus dat was qua start was dat heel goed te doen. Uiteraard hebben we daarna wel door moeten investeren. En ik weet nog heel goed dat we apetrots waren dat we onze eerste mijlpaal van 1 miljoen omzet op een gegeven moment bereikt en ook nog winst maakte, maar dat geld allemaal weer herinvesteerd moest worden, maar uiteindelijk echt voorraden aan te gaan leggen en nieuwe medewerkers in dienst te nemen. En dat begon maar de start was ja, relatief makkelijk. Oké, okay. Ja. Nice. Op een gegeven moment zet je je website live. Ja. Hoe lang duurde het voor de eerste bestelling? Ik weet het nog goed. Dat er een bestelling binnenkwam. Het is echt. Ja, iemand heeft iets gekocht. Ja, ik weet het ook nog. Er is betaald. Dat was de eerste. En toen duurde het 2 of 3 dagen voordat de tweede kwam. Ja. En toen kwamen er op een gegeven moment 2 per dag. En ja, wanneer was dat precies? Dat heeft een week of 2? Zoiets. Dat duurde wel heel eventjes, ja. Ik weet nog wel, bij ons was het. De eerste was door een vriendje van mij geplaatst. Ja. En dan de tweede duurde 2 weken of zo. Ja. En daarna begon het een beetje met lopen posten. Ja. Fantastisch. Ja. Ik weet nog wel dat gevoel. Oké. Okay. Nou, hoe jullie op het idee kwamen, die heb ik hier staan. Maar die heb je net verteld, dat kwam dus door Laurens. Ja, eigenlijk wel. Dus ja. Gaaf. Hey, jij zegt, ja, oké. Okay. Website bouwen, Magento dus gelijk gebouwd. Ja. Dat deed die andere Wouter. Ja. Wouter. Voorraad was ook geregeld. Ja. Hoe pakte je dan de marketing aan? Hoe zorgde je voor die bezoekers in die tijd? Dat was mijn vak. Ik had een bijbaan als online marketeer. En ik moest dus voor een zwembadbouwer, een bouwbedrijf. Dat soort bedrijven maakte ik AdWords campagnes. En zorgde ik voor SEO, Search Engine Optimization. Dus
die kennis had ik gelukkig in huis. En ik ben letterlijk dat gaan uitvoeren voor onze eigen webwinkel. Oké, okay. Ja. Ik ben gelijk begonnen met AdWords. Ja. SEO en CR was echt mijn ding. Heel klein met AdWords beginnen. En ja, dat vind ik het leuke van het online. Alles is meetbaar. Dus ja, je kan vandaag een euro besteden. En je weet wat er morgen het rendement van is. Dus je kan ook heel makkelijk opschalen. Of als het niet werkt, ja, meteen weer inkrimpen. Dus je hebt niet grote budgetten nodig om iets uit te proberen. En zodra het goed werkt, ja, dan kan je verder. En doe je dat nog steeds op die manier? Eigenlijk wel. Eigenlijk is daar niets aan veranderd. Ja, het product is veranderd, de markt is veranderd, de concurrentie is veranderd. Het is maar veel duurder. Ja, zeer zeker. Maar de basis, het idee van werken, vandaag iets klein proberen, morgen goed meten, overmorgen een nieuwe beslissing maken. Dus heel snel, heel kort op de bal werken, is niet veranderd. Nee. Wij werken niet met budgetten. Bijvoorbeeld. Alles is ROI-based. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dat is eigenlijk wel logisch natuurlijk. Ja. Tenminste, voor mij. In onze optiek is dat logisch. Ja. Veel traditionele ondernemers, retailers zeggen, joh, ik heb zo'n bedrag wat ik uitgeef aan marketing en dat is het. Ja, daar geloof ik dus niet meer in deze dat tijd. Nee, dat weet ik niet. Nee. Hey, hadden jullie dan wel, zeg maar, testbudget, zeg maar? Want, weet je wel, bij ons was het gewoon, ik gooi wat spaghetti tegen de muur en kijk wat werkt. Ja. Wij hebben natuurlijk het gaat ook genoeg geld verbrand. Ja. Ja. Ik weet wel, mijn eerste AdWords-campagne was, die had ik aangezet, was €100 weg. Weg, ja. Oké, okay. Ja. Nul verkopen. Nee, dat schiet niet op. In die zin hebben we de wijsheid in pacht te hebben, maar nee. Ja, misschien hadden wij het geluk in die zin dat ik daar natuurlijk wat kennis mee had. En ik was daarvoor opgeleid bij een bureau al. En ik had de eerste fouten bij een ander kunnen maken. Daar kwam het wel op neer. Ja. Waardoor het vrij vlot, vrij soepel ging. Wij hebben natuurlijk daarna, na die eerste webwinkel, heel veel andere nieuwe webwinkels geopend. En dat was wel vaak opnieuw testen. En dan zeggen we inderdaad echt wel met budgetten, joh, we gaan een week lang €1000, kijk maar even wat er gebeurt. Data verzamelen. Ja. En dan wordt er wel met een budget gekeken. €1000 voor een week of €1000 per dag? Ja, nee, €1000 voor een week. Okay. Relatief rustig. Maar dat je, ja, als je maar genoeg data hebt waar je op kan sturen, als je maar iets krijgt, dan kan je verder. Oké. Okay. Ja. Hey, AdWords, is het nog steeds betaalbaar of? De concurrentie is groot en wij zijn natuurlijk heel een middelgrote speler. En dat betekent dat we moeten opboksen tegen de hele grote jongens als de Zalando's, de Weekamps, de Coolblues en de Bols van deze wereld. En die hebben hele andere budgetten, als we het toch over budgetten gaan hebben, en ook andere visies soms over hoe winstgevend iets op de korte of lange termijn moet zijn. En daarmee zien we inderdaad dat de klikprijzen hoog liggen. Wat wij zijn een keten van online speciaalzaken. Dus wij proberen wel heel bewust de niches uit de markten uit te pakken en daarin beter te zijn dan de rest. Dus als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de schoenenmarkt, waar Zalando natuurlijk de nummer 1 is, zijn wij heel erg goed in regenlaarzen of in slippers of in bepaalde merken. En daarbij hebben wij een assortiment dat mooier is dan van Zalando. Namelijk alle merken die je maar kan bedenken, maar ook schoenmaat 50, schoenmaat 35. Dus en een omgeving waarbij we veel betere navigatie hebben voor dames, heren, winter, zomer, festivallaarzen, laarzen om mee te gaan vissen. Dus heel specifiek proberen we echt die online speciaalzaak te zijn. Heel veel specifieke landingspagina's te maken. En ook hele specifieke AdWords campagnes te maken. En nou, hoe specifieker je gaat, hoe groter de kans is. Nou, het volume is lager, want er zoeken natuurlijk heel veel meer mensen op het woord regelaars dan op regelaars rood met witte stippen schoenmaat 38. Ja. Maar degene die daarop zoekt, heeft natuurlijk een veel grotere kans dat hij daadwerkelijk gaat converteren. Ja. En een veel lagere klikprijs. Nou, die balans daartussen, dat is natuurlijk ons spel, ons vak. Hebben jullie dat geautomatiseerd? Semi. Semi-geautomatiseerd. Want om die zoekwoorden allemaal zo specifiek te maken? Is een helskarwei. Doe je dat nog? Ja, we doen dat nog steeds. Doe je het zelf nog? Te weinig. Ik vind het leuk om te doen. Ja? Ja, best wel. Oké. Okay. Maar ja, te druk met ook andere dingen. Gelukkig heb ik heel veel goede collega's die daar iedere dag heel druk mee bezig zijn. En op die manier is het voor ons inderdaad, want dat was eigenlijk jouw vraag, is het nog betaalbaar, AdWords? Ja, voor ons is het nog betaalbaar. Mits je daar dus bovenop zit, heel specifiek bezig bent, de niches opzoekt,
dan gaat het. En ga je dat testen? Doe je dat dan met die zeg maar gewoon regelaars of ook alweer met specifieke woorden? Dan ga je heel snel zien dat de test heel snel je budget er doorheen gaat met een te lage ROI en dat je er niet uitkomt. Dus dan ga je inderdaad iets meer bijvoorbeeld regelaars dames of regelaars heren en daarin gaan kijken welke woorden hebben we geconverteerd, dat gaan toevoegen. Precies. Zo spelen met AdWords. Ja. Oké. Leuk man. Hey, adverteer je ook veel op Facebook? Nee. Nooit gedaan of nog niet? Wel geprobeerd. Heel eerlijk zijn we tot nu toe niet succesvol in gebleken. Dat is een beetje, heel eerlijk, een ondergeschoven kindje bij ons. Misschien ook nog niet de noodzaak gehad om daar volop in te verdiepen, omdat de rest nog te hard groeide en te goed ging. Zijn wij heel klein in. Dus Instagram ook niet? Zelf uiteraard, we hebben een account en we hebben, weet ik veel, 25.000 likes of zo. En we hebben ook wel eens wat gesponsord posts gedaan en er kwam wel eens wat uit. Maar heel eerlijk, het stelt niet veel voor. Okay. Daar liggen nog kansen. Zeker. Ja. En want jullie hebben dus echt puur de focus op AdWords en Google SEO? Of SEO. Dat zijn veruit onze twee belangrijkste kanalen van bezoekers, SEO en SEA inderdaad. Uiteraard proberen we... Met SEA zit je dan ook op Bing? Of? Ja. Bing wordt ook ingezet. Nederland is natuurlijk wel erg klein. Frankrijk is ietsjes groter, maar ook niet enorm. Al met al toch bijna 10% kunnen we daar toch nog vandaan halen. En dat is niet niks. Uiteraard is e-mailmarketing een belangrijk onderdeel voor ons om onze vaste klanten op die manier te benaderen. De vergelijkers, beslist.nl, vergelijk.nl, dat soort zaken. Zo proberen we toch een mix te maken van bezoekersbronnen om niet volledig afhankelijk te zijn van een partij als Google. Okay. Maar ze zijn wel dominant. En ben je al bezig met influencers? Ja, daar hebben we best wel wat mee gedaan inderdaad. We proberen vaak een combinatie te maken met eigenlijk SEO. Dat zij dus op hun websites, als ze die hebben, iets over een van onze artikelen schrijven. Maar met een backlink naar ons toe. Vaak in combinatie met bijvoorbeeld een winactie, dat ze onder hun volgers een product mogen weggeven. En daar zien we hele wisselende resultaten in. Het is toch een vak apart. Er zijn ontzettend veel wannabe-influencers eigenlijk. Mensen die heel graag influencer willen zijn, maar eigenlijk een heel klein bereik hebben. En je hebt ook influencers die een enorm bereik hebben. En dan is het wel zoeken naar de balans van wat mag dat kosten, wat heb ik daarvoor over. Want sommigen vragen daar ook echt enorme bedragen voor die wij niet altijd bereid zijn te betalen. Dus daar is altijd weer zoeken naar de juiste doelgroep tegen de juiste prijs. Gaaf, ja, leuk. Hey, je begint, je hebt dus alles op de rit, je hebt SEO aangezet. Wanneer kwamen je eerste hindernissen en welke waren dat? Ja, dat waren de verschillende. We zaten letterlijk 8 hoog. Dus de allereerste hindernis werd de lift in het pand. In Tilburg? In Tilburg was dat inderdaad. Wij studeerden aan de Universiteit van Tilburg met z'n drieën. En na de collegebanken gingen we thuis in de studentenkamer verder. En dan stond DHL op de stoep met een levering. En de eerste dag vonden de buren het nog wel geinig om te zien. Maar toen iedere dag de lift vol kwam te staan, vonden ze het toch niet meer zo heel gezellig. Dus dat was fysiek hindernis nummer 1. Ja, toen hebben we een, fantastisch. Toen hebben we een anti-kraak pand gehuurd. Dus hadden we lekker veel ruimte voor weinig geld. Het zag er niet uit, maar voor ons was het prima. Er kwam toch niemand over de vloer als die website er maar netjes uitziet. Ja, dus het ook allemaal goed is. Precies. En toen zijn we daar allemaal gaan doen. Ja, dat is een hele leuke en goede tijd geweest. De eerste collega's aangenomen. Hoe lang duurde dat? Dat was een jaar later. Een jaar later? Ja. Toen ben je in het kraakpand terug? Ja, klopt. Dat was 1 jaar later. Daar hebben we ook weer 1 jaar eigenlijk onze dingen kunnen doen. En we groeiden in die tijd echt wel hard. En toen merkten we, de volgende bottleneck waar we tegenaan lopen is dat magazijn. Om dat goed en efficiënt te doen heb je toch een bepaalde schaalgrootte nodig. Nou, die hadden we op dat moment nog niet. Met medewerkers die daar geschikt voor zijn en die je daar ook goed gemotiveerd voor kan houden, hadden we moeite mee. Dus we hebben dat toen geoutsourced. We zijn uiteindelijk bij eBayhousing terechtgekomen. Die hebben ons heel erg goed kunnen helpen om de bottleneck van dat onderdeel weg te nemen, zodat wij ons konden focussen op waar wij goed in waren. En dat was in onze optiek dus het maken van websites, de online marketing, het bepalen van het assortiment, de inkoop, dat stukje, de klantenservice. We hebben zoveel mogelijk altijd in-house gedaan, zo min mogelijk uitbesteden.
Maar dat onderdeel hebben we destijds bewust wel uitbesteed. Okay, dat een belangrijke bottleneck was. Was dat een moeilijke stap om naar e-werving te gaan? Ja, dat was wel een beetje spannend. Want ja, het is wel een heel belangrijke stap van het hele proces. En als het daar misgaat, ja, dat merkt jouw klant direct. En we hadden toen al verschillende online webwinkels. En we zijn echt begonnen met gewoon één webwinkel aan hen toe te vertrouwen. Van jongens, laat maar zien, gaat het goed? En dat ging gelukkig hartstikke goed. En toen was het in die zin niet meer spannend om de rest ook aan hen over te laten. En is dat gewoon heel erg goed gegaan. Ja, ja. Leuk. Gezamenlijke vriend is ook Xander Tio, is van e-weerhouder. Zeker. Xander, als je kijkt. Hm? Ja. Of luistert. Leuk. Ik zit hier. Hm? Dat was de eerste hindernis. Heb je ook zijn problemen gekomen met financiële gevolgen? Zeker wel. Slapeloze nachten? Ja, soms ook wel eens. Op meerdere momenten en in meerdere fases. Ik kan me heel goed herinneren toen wij begonnen als student. En op een gegeven moment was Laurens de eerste die was afgestudeerd. En toen zeiden pa en ma toch wel van, joh, het wordt tijd dat je ook je eigen broek gaat ophouden. Je zal een baan moeten gaan vinden ergens. Maar ja, wij waren net hiermee bezig en wij zagen ontzettend veel potentie en vonden het ontzettend leuk. Dus we waren helemaal niet van plan om ergens te gaan solliciteren. Nou ja, op zich waren ze gelukkig wel dermate meegaand en zeiden van, joh, als dit inderdaad de potentie heeft om daadwerkelijk van te kunnen leven, dan is het ook goed. Maar ja, dan moet dat wel zo zijn. Op dat moment was dat nog niet. Dus toen hebben we gezegd, dat was na een jaar? Nee, dat was eigenlijk al na een halfjaartje. Okay. Dus was ook logisch dat we nog niet in die fase waren. Zeker geen 3 inkomen. Nee, precies. En toen weet ik nog heel erg goed, toen hebben we tegen elkaar gezegd, jongens, we gaan 1 vol jaar trekken we ervoor uit. Gaan we heel erg hard werken. En dan moet er een bedrijf staan dat voldoende inkomsten genereert om reëel van te kunnen leven. En ik weet nog heel goed dat we na dat jaar apetrots waren dat we de mijlpaal van ruim 1 miljoen omzet hadden bereikt. Omdat we daar onderaan de streep 180.000 euro aan overhielden. Dat was veel geld. Dat was veel meer zelfs dan de meeste van onze studievrienden die een startersfunctie ergens kregen verdienden. Dus wij waren de koning te rijk. We vonden het prachtig. Een jaar daarna waren wij wederom apetrots dat we verdubbelden naar ruim 2,2 miljoen euro omzet. Maar toen stonden we ook weer meteen met 2 voeten op de grond. Terug op aarde, want dat slapend rijk worden zat er echt niet in. De winst halveerde. Dus dat was een hele, aan de ene kant pijnlijke, maar achteraf een hele goede les geweest. Waarbij het ook duidelijk werd, joh, goede kost geld, de baten, of tenminste de lasten gaan voor de baten uit. Al die clichés bleken echt waar te zijn. Een webwinkel was niet makkelijk om zomaar te runnen. Dus we moesten gaan investeren, we moesten medewerkers gaan betalen. Er kwam concurrentie in het spel. Dus allerlei aspecten kregen wij mee te maken. Waardoor die winstgevendheid behoorlijk onder druk kwam te staan. Dus dat was een hele wijze les. Om vanuit daar weer door te gaan bouwen van, hey, hoe zit ons model in elkaar? Waar gaat het goed, waar gaat het minder goed? Dat was een mooi voorbeeld. Gaaf, ja. Interessant. Wanneer begon het dan echt te lopen? Dat is zeg maar dan... Ja, na een jaar kan je dat toch wel zeggen. Oké. Maar dan na anderhalf jaar had je dus weer de winst gehalveerd. Ja. De omzet verdubbeld, maar de winst gehalveerd. Ja. Dus, hoe hebben jullie dat omgedraaid? Weer dat je weer... Nou, in die zin... Ben je toen weer gaan krimpen met de omzet en zorgen dat de winst kwam? Er zijn verschillende aspecten geweest. Dat is hetzelfde jaar geweest dat wij een relatief grote overname hebben gedaan. We hebben toen het bedrijf Kooni overgenomen. Kooni was een bedrijf uit Nijkerk dat ook, net als wij, allerlei online speciaalzaken exporteerde. Hoe schrijf je dat, Kooni? Dat schrijf je met een Q-O-O-N Griekse I. Kooni, en dat staat voor Kokom. Dat was hun bedrijf. Zij gingen helaas failliet. Dat was niet leuk voor ze natuurlijk, absoluut niet. Voor ons was dat echter wel een kans, want wij zijn in allereerste instantie de stukken bij de curator gaan opvragen, joh, om van te leren. Hoe komt het nou dat dit bedrijf failliet gaat? Wat ging daar mis? Nou, slim. Lopen wij zelf ook risico of niet? Ja, wij kwamen erachter dat er op verschillende aspecten, en natuurlijk met alle respect voor de ondernemers die dat daar naar iedereen geweten destijds denk ik hebben gedaan, ging het op veel vlakken toch wel mis met een duur pand, inefficiënte logistiek, hoge marketingkosten die niet voldoende werden doorgerekend,
Dus nou, er waren heel duidelijk een aantal facetten. Waren jullie alle drie financieel onderlegd? Of, Ik heb een Master Finance afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Okay. Wouter heeft ook een Master Finance gedaan, uiteindelijk niet meer afgerond, omdat hij te druk was in de zaak. En Laurens heeft een Master Marketing gedaan. Nou ja, dus ik denk, ja, we zijn redelijk goed met cijfertjes, okay, waar het eigenlijk op neerkomt. Ja. Dus toen zijn we inderdaad gaan pluizen in de jaarrekeningen. En gewoon met boerenverstand gaan kijken, wat gebeurt hier nou eigenlijk en waarom gaat dit mis? Ja, daar konden we vrij vlot de vinger op de zere plek leggen. En zagen we wel degelijk potentie ook. Van joh, als we dit en dit zouden kunnen aanpassen, dan heeft het wel degelijk winstgevendheid. En toen hebben we een bod bij de curator uitgebracht. Eigenlijk met het idee van joh, dit is best een laag bod in onze optiek. Waarschijnlijk zullen we het niet krijgen. Maar je weet het nooit. Maar ja, je voelt hem aankomen. Je had hem. We kregen hem. Ja. En toen was het in één keer wel alle hands aan dek van, joh, er moet ontzettend veel gebeuren. Een eerste overname, we moeten van alles gaan integreren in ons eigen systeem. Even nog één keer voor mijn beeld, van dat was na 1,5 jaar. Dat was, even kijken, ik begin nu even, nee, dit is iets later, dit was 2013, ruim 2,5 jaar. Oké. Okay. En toen hebben we, dat bedrijf was net een maatje groter dan dat wij zelf waren. Oké. Okay. Zij zetten toen uit mijn hoofd 2,7 miljoen euro om. We hebben dat toen geïntegreerd in onze organisatie. En daar zijn we in die omzet zijn we heel bewust heel ver terug gaan schalen. En een jaar later deden die webwinkels gezamenlijk slechts 1,1 miljoen euro omzet. Dus ook een aantal leveranciers zei, jongens, gaat het wel goed, jullie hebben dat overgenomen. Alleen de omzet alleen maar gedaald. Ik zeg, ja, maar de winst is wel gestegen. Want in plaats van dat er hier allerlei geld achteraan moet, was het toen wel winstgevend. En vanuit daar zijn we heel rustig juist gaan opbouwen. Van hey, wat zijn de stukken in het bedrijf die winstgevend zijn en potentie hebben en daar weer door gaan groeien. Dus voor ons is dat een hele mooie stap geweest om voor ons versneld en winstgevend door te kunnen groeien. En voor mijn beeldvorming, die webshop van Koenie, is die lang offline geweest of is nee, die helemaal niet offline geweest? Die is, inderdaad, dat is, zij gingen failliet. Mm-hmm. De websites werd de bestelbutton uitgeschakeld. Maar bleven allemaal in de lucht. We hebben heel snel contact met de oud-eigenaren opgenomen. Om aan te geven dat wij serieus interesse hadden om het een doorstart in die zin te kunnen maken. En ook met de curator. Uiteindelijk hebben we alleen assets over kunnen nemen. Dus alleen de webwinkels. Geen medewerkers, geen contracten. Dat voor ons de risico's beperkt waren. En in die tussentijd is er een curator dermate verstandig geweest. Om ook de boel in de lucht te houden, netjes alles met leveranciers af te handelen, netjes alle gedupeerde klanten waar mogelijk af te handelen. Wij hebben daar zelf ook nog een stukje in bijgedragen en op die manier is dat eigenlijk heel goed gegaan. Mooi verhaal, hè? Ja. Oké, maar dan... Oh jee. Oh, maar wekker. Ja. Ik moet mijn zoontje uit school halen. Als ik thuis werk, dan doe ik dat even. Ja. Maar dan vergeet ik hem wel als je zo hard aan het werk bent. Vandaar. Ja, ja. Dan zet je hem op vliegtuigmodus en dan word je nog gestoord. Hè? Ja, precies. Ja. Hey, dus na 2,5 jaar, dus dan heb je er eigenlijk gelijk 1,1 miljoen omzet bij. Ja. Hoe vang je dat allemaal op met personeel? Of hebben jullie gewoon die 70-urige werkweken? In die tijd wel, ja. Dat was gewoon echt met elkaar aanpoten. En met hoeveel man waren jullie inmiddels? Ja, wij hadden toen, even nadenken, wij waren met z'n drieën. En ik denk dat wij de eerste twee fulltime medewerkers erbij hadden. En een groep van een stuk of 8 studenten. Studievrienden, part-timers om ons heen. Dus dat we vaak met een man of 6-7 zo in de weer waren. Oké. Okay. Ja. Je eerste FTE. Ja. Wanneer namen jullie de beslissing om die aan te nemen? Wat ging die doen? Dat weet ik nog heel goed. Dat was Lisa. En Lisa werkt nog steeds bij ons. Kijk, leuk. Dat is ontzettend leuk. Dat was een spannende stap. Die hebben we ook heel uitgebreid laten testen en screenen. Past die wel? Ja, past dat wel bij ons qua capaciteiten en qua motivering. En die begon met het uitvoeren van klantservice-werkzaamheden. Omdat daar op dat moment de meeste vraag naar was dat de bottleneck werd, dat we daar te druk mee bezig waren om door te kunnen werken aan het bedrijf. En Lisa is daarna doorgestroomd naar de binnendienst, dus contact met alle leveranciers. Ze draait nu ook mee in de online marketing groep.
Dus ja, dat is ontzettend leuk om te zien dat hij na al die jaren nog steeds met tevredenheid bij ons werkt. Ja. Oké, okay, maar jullie namen echt die beslissing omdat je gewoon merkte dat daar... Te druk. Het kon bijna niet meer anders. Die telefoon stond rood gloeiend en iemand moet hem aannemen. Daar kwam het heel plat op neer. En die kon je niet uitbesteden? Nou, dat is een bewuste keuze geweest dat we dat dus niet wilden. Wij hebben daar wel naar gekeken en ook wel eens getest bij andere bedrijven die dat dus hadden uitbesteed. Wat voor kwaliteit krijg je dan? En wij zeiden van, joh, we zijn een webwinkel, maar wij geloven wel dat die klant heel belangrijk is. Heb je dat toevallig ook geprobeerd bij Sander? Daar hebben we het wel over gehad destijds. En inpakken is net zo belangrijk en ook daar is het zo. Maar dat was iets beter over te dragen van, joh, we zouden het graag op deze manier willen. Dit zijn samen de standaarden die we hebben. Dus laten we het op die manier doen. En dat ging heel goed. Bij klantenservice is een heel wezenlijk onderdeel is de feedback van die klant. Dus het gaat niet alleen om de vraag van die klant beantwoorden, maar ook goed luisteren, wat speelt er nou? En hoe kan ik mijn website verbeteren? Hoe kan ik mijn assortiment verbeteren? Hoe kan ik ervoor zorgen dat die klant daadwerkelijk nu gaat kopen? Ik denk dat klantenservice ontzettend vaak onderschat wordt bij heel veel bedrijven. Maar dat het een onvoorstelbaar belangrijk facet is, waar je ook ontzettend veel van kan leren. Ja. En dat was echt een keuze waarom we zeggen, wij willen dat per definitie niet uitbesteden. Wij willen dat heel dicht bij ons houden. Ja. Bij mij was toen de keuze om het wel te doen, omdat 90% van de vragen die ik kreeg, ging over de bestelling. Aha. Waar blijft die, waar is het pakketje? Ja. En toen had ik zoiets van, oké, weet je, ik haal daar zelf geen feedback uit. Nee, in dat geval ben ik het met jou eens. In dat geval is het heel logisch om dat misschien wel te gaan doen. Kijk, als je natuurlijk een vraag is over het product en het salesgericht, dan snap ik, oké, kom maar. Ja. Weet je wel, maar... Ja, en dat is bij ons natuurlijk. Wij hebben altijd allemaal van die specialistische webwinkels met ook soms best wel bijzondere producten. Bij ons kan de vraag binnenkomen, joh, ik heb een Volvo XC90, welke sneeuwketting heb ik nodig? Ja, dat weet niet iedereen. Daar moet je echt een beetje kennis van hebben. Of ik ben een tennisspeler met een Wilson tennisracket. Welk type snaar past daar goed bij? Ja, dat zijn dermate specifieke vragen dat je daar echt productkennis van nodig hebt. Ja, nee, snap ik. Maar die kan je niet neerleggen bij een externe partij. Dat wordt lastig. Ja. Dat wordt lastig. En hebben jullie dan wel al die experts in huis? Jazeker. Natuurlijk. Of zijn die inmiddels experts geworden? Dat is het feitelijk juiste antwoord. Als wij met een nieuwe productgroep starten, dan gaat dat altijd in samenwerking dus met de leveranciers. Wij verkopen vooral bekende A-merken. Dus op het moment dat wij met onze tennis webwinkels starten, ja, dan gaan wij met Wilson, met Babolat, met Dunlop, nou, met al die merken in overleg, joh, wat is het juiste assortiment, waar is vraag naar, waar moeten we op gaan letten. We gaan bij de collega's kijken wat doen zij goed, wat doen zij minder goed, waar kunnen we het verschil maken. En dan komen er inderdaad vaak producttrainingen, dus mensen die echt heel veel kennis van zaken hebben, komen onze mensen opleiden, zodat ze die kennis in huis krijgen. Ja? Goeie zaak. Moet wel. Als het mis. Hey, als je de laatste 8 jaar bekijkt, wat was het echte dieptepunt? Nou ja, voor de onderneming? Gelukkig hebben we echte dieptepunten in mijn eigen beleving nog niet gekend. Jullie hebben altijd gewoon makkelijk de salaris kunnen betalen. Dat is gelukkig altijd goed gelukt. Echt wel de eindjes aan elkaar moeten knopen op momenten dat we de eigen management fee maar even een paar weken uitstelden, omdat we het belangrijk vinden dat de mensen direct betaald worden. Dat is zeer zeker voorgekomen. Dus ja, we hebben genoeg uitdagingen op financieel vlak gehad. Momenten dat onze partner e-housing het hartstikke goed doet, maar toch zeg je, sorry jongens, we kunnen dit niet aan, we krijgen de pakketjes er vandaag niet doorheen. Ja, dan moet je klanten gaan teleurstellen. Ja, daar word je niet vrolijk van, dat is niet leuk. Dat is gebeurd. Producten... Dat is een luxe probleem. Ja, dat zijn luxe problemen. Klanten teleurstellen omdat ze iets bij je kopen, maar je het uiteindelijk niet kan uitleveren. Ja, dat komt met regelmaat zelfs voor. Ja. En daar doe je alles aan om dat te voorkomen. Maar ja, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. En bij ons ook. Ja. Dus dat soort issues zijn er genoeg geweest. In meer of mindere mate. Medewerkers die helaas ziek worden en thuis komen te zitten. Gelukkig niet vaak, maar het is een keer voorgekomen. Medewerkers die me niet een passend doorgroeitraject hebben kunnen bieden, waar je eigenlijk samen heel enthousiast bent. Maar sorry, we hebben niet de ruimte om dat te bieden. Dat komt voor, dat zijn niet de leukste momenten.
Maar in grote lijnen gaat het gelukkig heel goed. Oké. Okay. Ja. Hoe is, we hebben toch even over personeel. Hoe is dat bij jullie? Is dat een bepaalde hiërarchie of zo vlak mogelijk? Nou, in die zin, wij geloven niet zo heel erg in hiërarchie. We zullen het echt samen moeten doen. We hebben in die zin geen managementlagen en dat soort zaken. We hebben wel een hoofd van een afdeling, een aanspreekpunt, waar iedereen met zijn vragen terecht kan en die samen overleggen. Dus daar kan je natuurlijk ook een managementteam noemen, het is maar net wat voor naam je eraan geeft. Echter proberen wij in ieder geval een cultuur te creëren waarin iedereen echt alles moet kunnen zeggen en serieus wordt genomen, omdat we daar gewoon in geloven. En ik denk dat het meestal ook wel lukt. Ja. En dan zien we wel wat cultuurverschillen. Ik vergeet het nooit meer. Dat heel simpel voorbeeldje, we hebben een corvée-systeem. En corvée. Oh ja, schoonmaken. Ja, okay. En schoonmaken. En we hebben ook gewoon een schoonmaker die iedere week alles netjes komt schoonmaken. Maar aan het eind van de dag moeten eventjes de kopjes van alle bureaus worden opgehaald en de vaatwasmachine worden ingeruimd. Dat soort zaken. Even de lunchtafel, de borden klaarzetten en het beleg uit de koelkast halen. Stelt niks voor, iedereen kan het, maar het moet wel even gebeuren. We hebben een systeem en dat is, wordt random, wordt door een computertje. Iedere ochtend worden twee mensen aangewezen die dat zijn voor die dag. Lachen. Niks aan de hand, hartstikke goed. Ik dus ook, volkomen normaal. En de meeste collega's zijn het ook gewoon gewend dat iedereen evenveel kans heeft. En dat je soms wel eens de pineut bent, dat je 3 dagen op rij bent en soms 3 weken nergens last van hebt. Maar dat betekent ook dat ik wel eens met een dienblad even de kopjes kom ophalen bij mensen. En ja, de eerste keer dat ik dat deed en een nieuwe Franse collega was, die wist niet wat hij meemaakte. De baas, de directeur die even mijn kopje komt ophalen. Nou, dat konden ze zich niet voorstellen. Zou in Frankrijk onbestaanbaar zijn, zeiden ze. Ja, ja. En ik vind dat gewoon normaal. Ja. Niet aanstellen, gewoon doen. Ja, dat lijkt me. Voor mij is het ook niet meer zo normaal. Maar nee. Bij Nederland zit dat dan wat anders in, denk ik. Wij zijn vrij nuchter in Nederland, denk ik. Ja. Nou, we het gelijk over die andere talen hebben. Hoe heb je dat opgevangen? Want je bent internationaal gegaan. Ja. Shops in Duitsland, Frankrijk, Engeland. Klopt. Ik denk dat je begonnen bent misschien met België om tweetalig te maken. Dus, of we hebben gelijk Frankrijk erbij gepakt? Nee, even kijken. Wij zijn begonnen uiteraard in Nederland en hebben daarbij meteen de Vlaamse markt gewoon meegenomen voor Nederland. Zelfde taal. Wij zijn toen gaan nadenken over onze propositie. En wij geloven erin dat wij het meest onderscheidend vermogen kunnen bieden met onze online speciaalzaken. Dus wij zoeken bewust toch wat niche categorieën op. Of binnen een algemene productgroep een specifiek onderdeel daarvan. Zoals ik de voorbeelden net noemde met bijvoorbeeld de regelaars of de sneeuwkettingen. Of de hoeslakers binnen het beddengoed. Daar zitten natuurlijk voor- en nadelen aan. Met als voordeel dat je kan onderscheiden, dat je toegevoegde waarde kan bieden. Als nadeel dat de markt wat kleiner is. Commercieel is dat wat minder interessant. Ja. Dus was al heel snel het antwoord, joh, die Nederlanders met hun 17 miljoen inwoners, alle aardigst. Maar onze oostenburen, het is maar een paar kilometer verder, die zijn met 80 miljoen. Als we die nou eens kunnen bedienen, dan wordt het pas echt interessant. Begonnen met het vertalen van onze eerste webwinkel in het Duits. Dat werd geen succes. Dat ging liep dat niet echt. Ja, waar zit hem dat dan in? Ja, een beetje gaan zoeken, kom je niet direct uit. Laten we dan toch maar eens met een native speaker beginnen. Dus niet met een vertaalbureau, maar iemand uit dat land. Eens even kijken wat die ervan vindt. En zei, ja, maar dit is eigenlijk net niet. Ja, theoretisch klopt het. Volgens het vertaalboek is het allemaal keurig vertaald. Maar zo noemen wij dat niet. En zo gaat dat niet in Duitsland. Ja. Oh, oké. Okay. Nou ja, dus toen hadden we de eerste native speaker. Dat was een student aan de Universiteit van Tilburg. Die we daar leren kennen. Dus joh, die had altijd moeite met het vinden van een leuke bijbaan, want die sprak geen Nederlands. Dus die kon niet makkelijk terecht in Nederland voor zijn werk. En dus die kwam bij ons werken. En wij konden keurig in het Engels met hem communiceren. En hij ging juist onze webwinkels naar het echte Duits vertalen met alle details. Net dat gevoel erbij. Ook met marketingcampagnes, klantenservice, mensen in hun eigen taal. En toen begon het wel te lopen. Dus dat werd de keuze voor ons. Joh, heel simpel, wij gaan het vanaf nu gewoon met native speakers doen. Mensen geboren en getogen in die landen, die begrijpen net de details die toch van belang zijn. Maar we willen dat wel samen doen, want die mensen kunnen dat niet helemaal uit zichzelf. Dus we gaan dat niet in Duitsland doen. We doen dat dus met mensen uit Duitsland die in Nederland wonen of willen komen wonen. En zo hebben we dat uiteindelijk gedaan. Dus we hebben hier op kantoor bij ons hebben wij een groep Duitse mensen, een groep Franse mensen en Britse mensen uit die landen die nu hier wonen en werken. Ja, slim, want alleen vertalen of zo, dat werkt gewoon niet.
Voor ons niet. Heb je dan ook voor Vlaanderen is andere content of is het dezelfde content als Nederlands? Ja. Ik weet gewoon uit ervaring dat als mijn zusje de teksten schreef, die is Belgisch opgevoed voor de website, dan was dat echt perfect voor .be, maar dat sloeg nergens op voor .nl. Nee, dat is altijd een moeilijk punt geweest. We hebben het onszelf daar makkelijk gemaakt, maar daardoor misschien ook niet het optimale rendement gehaald. We hebben gekozen voor Nederland en daar de Vlaamse markt gewoon mee te bedienen. Een aantal kleine dingen. Ga je voor u of ga je voor jij? Dat is echt een verschil. We zijn voor u gegaan omdat we zeggen, joh, voor een Vlaming is dat dermate gebruikelijk dat we dat doen. En een Nederlander zal zich nooit beledigd voelen met u. Dus dat is een keuze geweest. Aan de andere kant, achteraf heb ik ook wel eens getwijfeld, ja, het komt toch wel wat afstandelijk over. Misschien, we zijn toch wat meer een je en jij cultuur in Nederland. Ja, dat is een keuze die we hebben gemaakt. Prima. Kom middenweg gekozen. Te veel werk. Oké. Hey, persoonlijk. We hebben het natuurlijk even als het bedrijf gehad. Altijd maar persoonlijke dieptepunten. Niet op persoonlijk vlak, maar als ondernemer in de zaak. Ja, nou ik heb natuurlijk genoemd dat ik er een positieve snuit ben geweest. Dat kwam natuurlijk aan de ene kant van een hele positieve kant dat ik graag iets mee wilde maken. En een stukje van de negatieve kant dat ik het gevoel kreeg dat ik zelf niet de toegevoegde waarde kon leveren die nodig was. Dan is het meer het zoeken zijn van joh, als ondernemer een heel klein starten en zelf overal invloed op uitoefenen. Dat is best wel moeilijk om los te laten. Ben je wel een manager, je wil helemaal geen manager zijn, maar je zal het toch met elkaar moeten doen en een stukje sturing daaraan moeten geven. Daar moet je in groeien. En de ene ligt dat wat beter dan de ander. En ik had soms het gevoel dat het mij niet zo lag. Ja, daar heb ik wel mee geworsteld. Maar met elkaar zijn we daar gelukkig uiteindelijk. Hoe uitziet zich dat worstelen dan? Nou ja, onder andere in een stukje afstand nemen, een andere rol proberen, iemand aanstellen. Welke rollen heb je zo geprobeerd? Nou, het eerste wat we dus, ik was het hoofd van de online marketing team. Dus het aansturen van alle marketingcollega's. CMO? CMO gaan we dat dan noemen. Ja, ik las ik had zelf het gevoel dat ik daar niet het maximale rendement uit de mensen haal. En uit mezelf niet, omdat ik dat eigenlijk toch niet zo super leuk vond om dat op die manier te doen. Dus nou, dat heb ik toen overgedragen aan iemand die daar gewoon wat beter in is, die daar meer plezier uit haalt, waardoor mijn uren deels vrijkwamen en dan meer voor interne optimalisatieprocessen. Het zoeken naar een nieuwe PSP. Waarom is het verpakkingsmateriaal op deze manier? Waarom doen we al jarenlang de retourverwerking zo? Allemaal praktische dingen waar soms wel enorme efficiëntieslagen te maken kunnen zijn. Als je er maar rustig voor gaat zitten, goed over na gaat denken en het uitwerkt, zodat onze development afdeling bijvoorbeeld een nieuwe tool kan bouwen. Ja, en dus dat is de rol die ik daarna veel meer heb kunnen nemen. Oké. Okay. Hey, en in al die jaren, ooit gedacht om handdoek erin in de ring te gooien? Nee, gelukkig niet. Maar? Nee. Ja, dat zou toch ook kunnen? Ja, dat zou zeker kunnen. Of ruzie gehad met je compagnons? Dat je dacht van, jongens, hoe komen we hier nog uit? Heel veel meningsverschillen. Heel vaak van, joh, hoe kan je er toch zo over denken? Dat het hoog opliep. Maar ooit gestart als vrienden en gelukkig nog steeds vrienden. Okay. Hebben jullie ooit een intermediair moeten inschrijven? Nee, zover is het echt nooit gekomen. Nee? En wat denk ik veel scheelt, dus je hebt hetzelfde belang en je wil naar hetzelfde toe. Dat helpt op één. Je wil gewoon het belangrijkste voor dat bedrijf goed gaat. Dus dat heb je gezamenlijk. Dat bindt natuurlijk enorm. Ja. En daarnaast, ja, in fases dat we hebben gelukkig vooral groeifase gekend. Dat geeft een enorme positieve vibe. We hebben nog relatief weinig grote tegenslagen gehad. Dus dan moet je ook heel eerlijk in zijn. Je zou waarschijnlijk gaan zien dat als het slecht gaat met het bedrijf, dat je ook eerder ruzie zou krijgen. Dat hebben wij gelukkig nog niet mee hoeven maken. Dus tot nu toe is dat niet zo. Hou zo. Ja. Hey, de hoogtepunten. Welke waren dat? Ja, de eerste mijlpaal heb ik genoemd. Hoe hebben we dat gevierd? De kroeg in, met elkaar. En dat is ook wel iets, dat doen we nog steeds best wel veel. Met z'n drieën lekker de kroeg in? Nou, met elkaar nu echt, met het team.
In het begin deden we iedere vrijdagmiddag een vrijdagmiddagborrel. Ja, we waren toch studenten allemaal, dus er werd er ook op donderdagavond vaak al gedronken, maar dat ging daar niet meer. In Tilburg, hoe heet het? Ja, in Tilburg, ja. Naar het Piersplein of de Korte, even kijken, hoe heet dat ook weer? De Korte Heuvel. De Korte Heuvel, ja. Ja. Hoe heet die kroeg ook, die op de hoek zit? Sierre, nee? Philip misschien? Of die hele aan de andere kant. Ja. De Heuvel. Drie zusters had je daar. Ja, ja, nou, ik weet het. Dus nou, daar zijn wij veel, vaak te vinden geweest. Op een gegeven moment merk je, joh, iedere vrijdag, dat, ja, dat moet je misschien niet meer willen. Dus dan deden we dat eens per maand. En wij doen nog steeds, ruim 10 keer per jaar hebben we een bedrijfsuitje. Dus dat is best wel vaak. Waarbij we zijn een keer met z'n allen bezig karten. We hebben een keer een squash toernooi gehad. Soms gewoon de kroeg in. Een keer boten varen, barbecue, noem het op. We doen veel leuke dingen met elkaar. Toen we 5 jaar bestonden, dat was het eerste mooie jubileum. Hebben we iedereen meegenomen op wintersport. Dus ja, dat is ontzettend leuk om gewoon met 30 man de auto in en naar de sneeuw te rijden en daar te skiën. En doen jullie ook nog wel eens met z'n drieën terugtrekken, een weekendje of opsluiten op de hei? Of, Nee, eigenlijk niet. Was over nagedacht? Eigenlijk niet zo. Het zou misschien best een goed idee zijn om ooit eens te doen. We doen wel eens, we hebben uiteraard met z'n drieën wel eens dat je even gaat zitten samen en dingen bespreekt. Maar dat is bij ons niet heel veel meer dan een middag, tot nu toe. Okay. Ja, als je natuurlijk met z'n drie een weekend op de hei gaat zitten of zo, met telefoons, ja, mee en dat soort dingen, dan kom je vaak tot hele gave... Geloof ik ergens ook wel niet. Ja. Zou je eens over na moeten gaan denken. Zeker doen. Ja toch? Nou, mooi. Ik zit even te lezen wat we allemaal besproken hebben, hoe jullie dat internationaal aangepakt, nou, dat hebben we inmiddels begrepen. Wat zijn jullie de doelstellingen voor 2020? Ja. We hebben verschillende doelstellingen. Komen er nog shops bij? Ja, er zullen enkele shops bij komen. Wij zijn heel erg hard gegroeid de afgelopen jaren in de breedte, dus in productassortiment. We hebben ook allerlei dingen geprobeerd en natuurlijk ook genoeg mislukkingen gekend. Inmiddels weten we wat beter van onszelf. Joh, waar moet een productgroep aan voldoen? Wil het echt goed bij ons aansluiten? En wat dus minder. En in die hoedanigheid zullen er wel nog enkele productgroepen bijkomen. Maar dat zal bijvoorbeeld dan eerder binnen de outdoor-tak, die bij ons goed en succesvol is, dat we specifiek weer gaan inrichten op de wandelschoenen, om maar iets te noemen. Dus dat is niet, ja, heel spannend voor ons. Er zullen vooral wat merken bijkomen om een assortiment nog completer te maken. Binnen de schoenenbranche heb je natuurlijk altijd merken die hip zijn of opkomend zijn. Ja, die proberen we zo vroeg mogelijk aan ons te binden. Dus vooral in die hoek zou je het moeten zoeken. Je zal niet gaan zien dat wij komend jaar televisies of wasmachines gaan verkopen. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Andere ambities, ja, uiteraard die warehousing goed op orde krijgen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daar komt best wel wat bij kijken. Wij draaien toch ook wel vrij serieuze volumes, waarbij er toch zo'n 1700 producten per dag worden ingeslagen en ook weer de deur uitgaan. Dus daar heb je echt wel wat voor nodig om dat soepel te gaan doen. Nou, daar hebben we alle vertrouwen in, maar dat moet maar wel even geklaard worden. Ja. Dat is een uitdaging. En verder noemen we het gecontroleerd doorgroeien. In de e-commerce sector is groei soms ook wel een keuze in mijn optiek. Ja. Je kan groei relatief makkelijk kopen. Moet je dat willen? Wij proberen dat beperkt maar te doen. Wij zijn een bedrijf zonder externe investeerders. We hebben geen mensen die over onze schouder meekijken of daar iets van vinden of targets opleggen. Daar zijn we ontzettend blij mee en ontzettend trots op dat we dus ook al die jaren lang winstgevend zijn. Heel eerlijk merken we wel dat we langzaam maar zeker tegen de grenzen van die groei aanlopen met op deze manier. Dus als wij serieus willen doorgroeien, overwegen wij wel om externe financiering aan te trekken. En we zijn op dit moment aan het oriënteren wat daar de beste manier van is. Of dat een investeerder is, of dat dat een obligatielening moet zijn, of dat dat crowdfunding misschien moet zijn. Er zijn verschillende manieren te bedenken. En we zijn daar nu heel serieus naar aan het kijken, wat past bij ons? Wat zou echt toegevoegde waarde voor het bedrijf gaan bieden om die volgende stap te kunnen gaan maken?
Okay. Dus dat is spannend en heel leuk. Zeker. Ja. Heb je dan aan dat NL Groeit nog iets? Dat je daar zeg, met partners of zo kan bespreken? Ja, hoe pakken jullie dat dan? Nou ja, ik denk dat ik dat gewoon kan noemen. Mijn mentor in dit geval is René Tulner, de oprichter eigenaar van Wijnvoordeel. Ja, die zijn natuurlijk al heel wat stappen verder dan wat wij zijn. Die zijn op dit moment, als ik het goed zeg, hebben die een omzet van 120 miljoen per jaar. Dus nou, dat zijn serieuze schaalgroottes. Hij is ook ooit begonnen, net zoals wij, ooit zijn bedrijf deels verkocht aan een strategische investeerder, weer teruggehaald, uiteindelijk een partner volgens mij, nu met Gilde Equity, dus ja, een wat grotere VC. Ja, zijn ervaring daarin geeft wel wat relevante feedback van, joh, let daarop, misschien is dit iets voor jullie, misschien dat niet. Iedere situatie is toch weer uniek, dus we kunnen nooit precies hetzelfde doen als een ander deed. Maar een stukje ervaring van iemand die het al een keer heeft meegemaakt, helpt altijd. Zeker. Ja. Ja. Het is wel mooi om te zien dat je zegt, dit voorbeeld is ook zo'n typerend voorbeeld waarom ik mijn e-commerce community in drie groepen wil doen. Ja. Weet je hebt zeg maar de groep de startups. Ja. Dus in het begin, die zijn al bezig met een Magento websiteje. Ja. Hoe werkt dit en hoe werkt dat? En ja, vanuit de huiskamer. Vanuit de huiskamer of weet je ja. wel, ga ik mijn baan opzeggen? Ja, ja. Nee, die lopen met dat soort vragen. Ja. En de ondernemers die al echt, weet je wel, al begonnen ja. zijn en bezig zijn met groei en omzet ja. en met AdWords en ja. financieringen, hoe gaan we de marketing plannen, ja. dat soort zaken. Ja. En dan heb je zeg maar, wat jullie doen zeg maar, de 2,5 miljoen plus, en ja. jullie doen dan 15 miljoen geloof ik. Ja. En dat je dan weer met kijken om er geld binnen te halen, ja. om een nog grotere groei te gaan ja. financieren. Ja. Ja. Willen jullie dan altijd met z'n drieën wel in control blijven? Of zeg je van nou, ja, dat heeft op dit als het zo groot wordt, dan ben ik ook van, sta ik graag mijn stoeltje. Nou, in die zin, het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat het ontzettend moeilijk is vooruit te kijken. Dat alles wat je denkt, zoals het de komende jaren zal gaan, zo gaat het meestal niet. Nee. Daar ben ik inmiddels wel achter. Dat is ook helemaal niet erg. Op dit moment hebben wij gewoon ontzettend veel lol en plezier in dit hier doen. En heeft het ons een hele sterke voorkeur om dat voorlopig ook op deze manier te blijven doen. Ja, willen we daar iets aan toevoegen. Aan de andere kant, wij zijn ook wel heel reëel dat we zeggen, joh, het gaat er toch, het primaire doel is dat het zo goed mogelijk gaat met dat bedrijf. Ja. Dat is gewoon wat we samen delen. En als daar het gevolg van is dat een van ons, of wij allemaal, een stap terug moeten doen of dat anders moeten inrichten, ja, dan staan we daar zeker voor open. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker. Maar dat is wel de visie die we hebben in ieder geval. Oké. Ja. Wat is de gouden tip voor... Nee, sorry, we waren met je doelstellingen. Want ik heb even 2020 heb je een beetje gezegd. Ja. Hebben jullie nog eens doelstellingen in andere landen? Nee. Een Spanjaard hier naartoe halen? Nou, hebben we zeker over nagedacht. Ik noemde het probleem met het verzenden al met AliExpress. Waarom we niet in China doen. Het enigszins vergelijkbaar is dat zelfs al naar een Spanje toe. Of naar een Polen bijvoorbeeld. Dat zijn best wel interessante e-commerce landen. Met ons model, waarin wij heel breed zijn, is het niet haalbaar om dus andere warehouses op te tuigen. En dan vanuit Nederland naar Spanje of Polen te gaan verzenden, is kostbaar. Dus we hebben daar gewoon een 1 of 2-0 achterstand ten opzichte van de lokale concurrenten. Dat enerzijds. Anderzijds, de markt in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland samen zijn zo enorm groot. Ons marktaandeel is nog maar dit. We hebben nog geen procent, als je het zo bekijkt. Terwijl we in sommige productgroepen natuurlijk al wel een serieuze positie hebben, valt er nog zo ontzettend veel te winnen. Dat zou ik zeggen, joh, focus daar nou eerst maar eens op. Ga dat maar eens even goed optuigen. Dan zijn we al een heel eind verder. Ja, ik heb ooit een keer zo'n kreet gehoord van een van de financiers van de mannen die achter Google zitten. Zeg maar. Ja. Dat hij had gezegd tegen die mannen van, oké, gaaf plan, ja. maar weet je, dat is plan voor 5 jaar. Ja. Wat ga je nou, laat mij eens weten, hoeveel geld heb je nodig ja. om dat plan in een half jaar te realiseren? Oh ja, wauw. Ja. Dat zijn wel spannende vragen. Die heb ik altijd in mijn achter. Als ik daar altijd over nadenk, van als ik zo mijn bedrijf neerzet, weet je wel, ik kan wel nu gaan, weet je wel, over 5 jaar wil ik dit en dit. Ja. Maar waarom zou ik dat niet in één keer, waarom zou ik dat niet binnen een half jaar willen realiseren? Wat heb ik daar dan voor nodig? Ja. En zou het realistisch zijn? Ja. Ben ik het op zich wel mee eens? Ik vind het ook een mooie gedachtegang.
Dat moet je wel aankunnen. Ja, dan moet je dus die externe financiën... Exact. En dat is wel iets van... dat zijn voorbeelden zoals een Bol, maar ook een Zalando. Daar is denk ik geen geheim van. Dat bedrijven zijn die vaak wel 8 of 9 jaar of nog langer soms... continu verlies maken. En dan hebben we het niet over een paar tientjes en zelfs niet over een paar miljoen. Tientallen, soms honderden miljoenen verlies. Ja, als daar een goede visie achter staat met een goede funding... dan zeg ik, goed gedaan. Dat is knap ondernemerschap als dat uiteindelijk lukt. Er zit natuurlijk wel een compleet ander risicoprofiel aan vast. Ja, dat kan wel. En een compleet andere manier van werken en denken. Dat moet wel bij je passen. Dat zijn wij dus niet. Wij zijn in dat opzicht toch echt wat meer traditionele ondernemers. Waarbij we zeggen, joh, wat vandaag wordt verdiend, kunnen we morgen investeren. En dat doen we met liefde en plezier. En op die manier bouwen wij toch gestaag, maar goed, een solide bedrijf. Dat streven we na. En dat neemt niet weg dat we dus kunnen nadenken, joh, als we nou eens een stukje extra investeren wat voor ons behapbaar is, dan gaan we harder. Dan moeten we dat zeker doen. Maar daar liggen wel een beetje de grenzen op dit moment. En dat is een keuze. Want ja, de eerste oriënterende gesprekken die we ook nu voeren met externe financierders, dan lijkt het dus soms zelfs op dat het makkelijker is om 10 miljoen euro groeigeld binnen te halen dan 1 miljoen euro groeigeld, bijvoorbeeld. Maar dat moet je als bedrijf wel samen willen. Ja. Dat is hetzelfde dat je naar een bank gaat voor een leningje. Ja. En je vraagt 500 miljoen en dan komt de directeur langs met 6 man personeel. Ja. En vraag je een tonnetje, dan... Dan gaat het niet. Dan kan het niet, komen ze niet eens kijken. Ja, dat voelt heel gek, maar zo is het wel. Ja, zo is het wel. Ja. En ook al slaat het nergens op wat je wilt vragen, maar dan komen ze. Ja. Ach ja. Hey, ja, we hebben het even over de toekomst, maar visie, als je denkt van oké, hebben jullie een droom van waar jullie naartoe willen met z'n drieën? Onze... Of hebben jullie in leven al de droom? En... Ja, zo kan je het ook nog wel zien inderdaad. In die zin, het is wel een soort jongensboek natuurlijk, zoals het is gegaan tot nu toe. En inmiddels, onze visie is dat wij een keten van online speciaalzaken zijn. Dat herhaal ik nu eventjes. En dat willen we uitbouwen. Wij willen een toonaangevende e-commerce speler zijn in ons vakgebied. Dat beginnen we langzaam maar zeker te worden, dus we zijn heel goed op weg. Maar ik gaf net ook aan dat ons marktaandeel in principe nog steeds heel klein is. Het zou wel erg gaaf zijn als we dat kunnen gaan vergroten en gewoon een mooier en groter bedrijf neer kunnen zetten. Dus ja, dat is wel eigenlijk de toekomst die we nabij. Als je dat moet visualiseren, zie je dat dan voor je, zeg maar, zo'n pand als dit, maar dan ook nog een kopie in daar en daar en over de hele wereld? Of hou ik lekker hier zo? Ik weet niet wat jullie visie of droom of... Nee, in die zin, wij zijn toch wel vrij nuchter en niet zulke dromers. En is het eerst van, joh, we staan nu hier, inderdaad dit jaar zullen we zo'n 15 miljoen euro omzet draaien. De eerstvolgende nieuwe mijlpaal moet gaan zijn om te verdubbelen. Dat is gewoon, daarvan weten we, dat is haalbaar zonder grote problemen. Dus eigenlijk zouden we al iets verder moeten gaan denken van, joh, hoe gaan we nou naar die 50 of uiteindelijk die 100 miljoen toe? Dan ben je iets, dan ben je iemand. En dat is wel hetgene wat we na willen gaan streven. Oké, nice. Wat is de gouden tip voor andere e-commerce ondernemers? Nou, de meest simpele voor starters is natuurlijk gewoon in ieder geval beginnen. Dat is waar het meeste fout gaat bij de meeste. Heel veel denken, weinig doen. Dus gewoon doen. Die spreekt voor zich. Het mooie juist van e-commerce vind ik het meetbaar. Probeer dingen, doe iets klein, let goed op en weet waar je daarna aan kan gaan sturen en welke knoppen je moet gaan zitten om iets wat niet goed gaat wel goed te laten gaan of als iets goed gaat door te laten groeien. Probeer ook altijd zo te denken. Dat zijn de meest concrete tips denk ik die op alle e-commerce organisaties toepasbaar zijn. Ja, en denk ook wel na aan je eigen toegevoegde waarde. Heb ik een bestaansrecht? En waarom heb ik dat dan? Waar zit hem dat in? Hoe kan ik dat heel basic, en dat geldt eigenlijk zelfs voor ieder bedrijf geldt dat natuurlijk. Maar zelfs vandaag de dag nog zijn er denk ik vrij veel mensen die denken dat ze zomaar even erbij een webshopje kunnen openen en dat een succes wordt. Heel misschien zal het ooit nog wel eens voorkomen, maar in het algemeen is dat zeer zeker niet het geval. Letterlijk meer dan 95% van alle webwinkels
is niet succesvol. Dat is gewoon de werkelijkheid. Dus je zal alle puzzelstukjes moeten goed vallen en je zal wel degelijk iets van toegevoegde waarde ergens in moeten bieden om daadwerkelijk een bedrijf op te kunnen bouwen. En probeer dat wel voor jezelf in kaart te hebben. Waar zit hem dat dan in? Hoe ga ik dat doen? Want anders wordt het waarschijnlijk niks. Nee, okay. Moet je dan ook veel naar anderen luisteren? Dat weet ik niet. Je krijgt altijd zo van die, weet je, als je, ik ben nu ook weer een nieuw bedrijf aan het opstarten, dan je krijgt zoveel ongevraagde adviezen. Ja. Is het nou gewoon om lekker je eigen plan trekken? Ik geloof daar wel meer in. Ik denk dat de meeste ondernemers niet voor niks eigenwijs zijn. En dat eigenwijsheid helemaal niet verkeerd is. Daar zit natuurlijk ook het stukje onderscheidend. Als iedereen denkt dat het een goed idee is, dan is het vaak niet zo'n goed idee. Want dan is het al lang uitgevoerd door iets of iemand. Ja. Je zal het toch over het algemeen iets net anders moeten doen dan wat de massa doet, dan de mainstream is, om ook met het hoofd boven dat maaiveld uit te steken en dus ja, te excelleren. Ja. Dus ik geloof toch wat meer in je eigen visie, even oogkleppen op en dat vasthouden en gaan. Neem niet weg dat je natuurlijk echt wel naar andere succesvolle of minder succesvolle mensen kan luisteren en in je achterhoofd eens mee kan nemen, kan ik hier iets mee, ja of nee. Je kan je altijd laten inspireren, daar word je nooit slechter van. Maar laat je niet veel afleiden, zou ik zeggen. Goeie. Hey, nog even terugkomen. Ik heb nog twee dingetjes. Of tenminste, we gaan natuurlijk nog één dingetje. Hoe kunnen mensen jou bereiken? Als ze jou mogen bereiken? Ze mogen mij bereiken voor relevante vragen, businessvoorstellen of wat dan ook. Ben ik bereikbaar met een heel simpel e-mailadres. Namelijk Stan, mijn naam, apenstaartje.etrius.nl. Dus dat lijkt mij goed bereikbaar. Kijk dan. En de kortingscode waar we het over hadden, is het makkelijkste denk ik als ze naar etrios.nl gaan. Met de kortingscode e-commercecafé. E-commercecafé. Kan gewoon in de checkout worden ingevuld. Krijg je direct je korting. Kijk. Ik vond het nu al een leuk gesprek. We hebben nog even de standaard slotvragen. Ja. Dus ik hoop dat je voorbereid bent. Ik denk het niet. Hoeveel is genoeg? Hoeveel is genoeg? Ja. Rupsje nooit genoeg. Als we over cijfers gaan hebben, over omzet, over winst, over hoeveel heb je nodig. In die periode dat ik juist ben gaan reizen, ben ik in landen geweest zoals Vietnam. Ja, daar heb je heel weinig geld nodig om rond te komen. Dus dan is genoeg, wordt allemaal heel relatief. In de e-commerce sector moet ik 1 miljoen omzetten om een reëel bedrijfsmodel te hebben. Of is dat vanaf 100 miljoen? Hangt van je sector af, van je marges af, van de manier hoe je het inricht. Hoeveel is genoeg? Ik bedoel eigenlijk meer van, oké, weet je wel, je wint nu de lotto, 10 miljoen. Is dat genoeg om te stoppen? Dan zeggen van, nou, dan ga ik lekker. Hoeveel is genoeg voor jou persoonlijk? Ik ben heel blij te kunnen zeggen dat ik gelukkig niet zo denk, eerlijk gezegd. Daar ben ik gewoon eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Hoeveel is genoeg? Als ik morgen de lotto win, dan word ik daar heel vrolijk van. Dat zou ik fantastisch leuk vinden. Dan zou ik een heel mooie boot kopen. Ik ben een zeiler. Dat komt er helaas zelden van. En boten zijn verschrikkelijk duur. Dus dat zou ik graag willen kopen, maar kan ik mezelf nu niet veroorloven. Dus dat zou ik prachtig vinden. Maar ik zou wel degelijk hier gewoon aan de gang blijven. Ja, nee, dat gaat niks veranderen op dat vlak. Jammer, hè? Ik zit altijd naar die Amerikaanse podcast te luisteren. Hè? Dan hoor je 5 miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen. Oh ja. Ik vraag het nu elke keer bij elke aflevering. Nee, ik ben echt zo'n typische Hollander inderdaad. Sorry. Als ik maar gelukkig ben. Sorry, ja. Oké, wat is je favoriete podcast? Ik heb naast het e-commerce café natuurlijk. Naast het e-commerce café natuurlijk. Zijn er twee waar ik echt van genoten heb. Dat is Brand in het Landhuis. Okay. Misschien bekend, misschien niet. Hij heeft volgens mij een prijs gewonnen van een van de betere podcasts van afgelopen jaar. Een geweldig leuk onderzoekstraject over een brand hier vlakbij Vught. Waarbij een kasteel hier is omgekomen. En het is allemaal volledig waar gebeurd verhaal. Wat is daar nou toe gebeurd? Geweldige podcast. Volgens mij 6 afleveringen. 3 kwartier per aflevering of een half uurtje. Leuk tip voor iedereen. De andere podcast die ik ook echt geweldig vond is De Hormoonfabriek. Gaat over de start gebaseerd op een waargebeurd verhaal.
Startups van Organon uit Os. Van een varkensboer tot wereldconcern in de medicijnen. Met daarbij ook de perikelen en vooral een hele bijzondere oprichter eigenaar met behoorlijk testosteron en hormoonhuishouding. Duurt veel langer, volgens mij hebben we het over 25 afleveringen van 3 kwartier. Maar verschrikkelijk goed gemaakt. Een hoorspel is het officieel trouwens, een podcast. Daar heb ik het meest van genoten. Zou ik iedereen kunnen aanbevelen, ga dat luisteren, want dat is gewoon leuk. Verder luister ik niet zo heel veel podcasts, omdat ik het geluk heb weinig reistijd te hebben. Zodra ik in de auto zit, is dat voor mij vaak een mooi moment om podcast te luisteren. En toen heb ik in het verleden ook eens naar de podcast van Paulien Cornelissen geluisterd. Niks van. Leuk. Oké, leuk. Je laatst gelezen managementboek. Dat is, ik weet niet of het een managementboek is, maar dat is het boek dat ik cadeau heb gekregen van NL Groeit. En daarin worden volgens mij 30 succesvolle Nederlandse ondernemers geïnterviewd. Mooie voorbeelden waar ik natuurlijk ook tegenop kijk, zoals een Pieter Zwart, maar ook Fokke de Jong van Suit Supply. Volgens mij, ik weet niet of ik me vergis, maar volgens mij staat die er ook in. Uit mijn hoofd ook die meneer die bijna mijn buurman is van Brand Loyalty uit Den Bosch, die zijn bedrijf voor uiteindelijk meer dan 1 miljard heeft weten te verkopen. Dat zijn natuurlijk bijzondere verhalen, inspirerende verhalen. Ja. Dus dat in ieder geval. En ik heb nog op mijn nachtkastje liggen een oud managementboek eigenlijk van Eckhart Notes. En dat gaat volgens mij, ik heb het nog niet gelezen, maar ik heb hem geadviseerd van iemand anders gekregen over het opsplitsen van teams, dat om iets klein en behapbaar te houden. En er zal vast nog heel veel meer interessants en relevant in staan, maar we moeten gaan beginnen. Okay. Eckhart Notes. Okay. Ja. Hey, en welk boek heeft jou het meest geholpen als ondernemer? Dus als je een boek zou moeten aanraden, dat is 1 boek, die moet je gelezen hebben anders. Nee, het spijt me, ik heb het niet. Nee? Er zijn... Boeken zijn theorie. En de praktijk is altijd anders. En boeken zijn interessant en inspirerend. Mm-hmm. Maar ik heb ze nooit ervaren als leidraad. Ja, er is er niet één mij dermate bijgebleven dat ik zeg, dit is het. Nee, echt niet. Sorry. Oké. Ja. Duidelijk. Amazon komt naar Nederland. Zeker. Zijn al druk aan het benaderen. Ja. Kans of een bedreiging? Flauw antwoord, maar beide. Amazon is wereldwijd natuurlijk dominant. Supersterk bedrijf. Een visie waarbij alles om prijs draait. Prijs en lager. Schaalgrootte. Macht. Dat is beangstigend, dat is een bedreiging, dat heeft invloed op onze markt. Aan de andere kant, wij zijn gelukkig al jaren actief in bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk, waar Amazon een zeer grote en dominante positie heeft en waar wij harder groeien dan in Nederland. Dus wij hebben voor onszelf gelukkig al aangetoond dat wij bestaansrecht hebben naast een partij zoals Amazon. En daarmee zit het dus dat wij die niches opzoeken iets anders willen doen dan een Amazon doet. En Amazon gebruiken als outletkanaal. Dat is wat we in die landen doen en wat we ook in Nederland waarschijnlijk zullen gaan doen. Dat ze invloed op de markt zullen hebben, zeker. En dat ook negatieve invloed kan zijn voor ons ook. Maar persoonlijk ben ik er niet bang voor. Nee. Oké. Nou, dat ook. En hoe lang draag je een spijkerbroek zonder te wassen? Zeker een dag of 4-5. Ja. Ja, toch? Ja, zoiets. Okay. Ja, na een dag of 4-5 gaat hij er wassen. Ja, mooi. Ja. Hey, leuk. Wie zou... Leuke vraag. Ja, toch? Dat had ik niet aan zien komen. Ik ben nu ook wel nieuwsgierig naar hoe lang andere spijkerbroek dragen. Nee, je bent pas de tweede aan wie ik hem stel. Oh, ja. De eerste was 2 dagen. Maar hij zegt, zodra er een vlek op zit. Oké. Okay. Dus hij vlekt nogal veel, zegt hij. Dus. Oh, oké, okay, ja. Maar ik heb al verhalen gehoord dat mensen nooit wassen. Dat ze hem in de vriezer doen. Oh joh? Ja. Nee, mijn vriezer ligt vol met eten, niet met spijkerbroeken. Nee, precies. Laatste vraag. Wie denk je dat een leuke zou zijn om in mijn podcast te komen?
We hebben het over e-commerce. Er zijn heel veel leuke e-commerce ondernemers. Ik kan er een aantal noemen, als je dat zou willen. Nee, eentje. Eentje. Die er echt bovenuit. Die jij denkt, nou, dat zijn verhaal zou ik ook wel graag willen horen. Ja, nou ja, ik ken zijn verhaal, maar dat is wel leuk om het andere te delen. Dat is Rob Knops. En Rob Knops is? Rob Knops is oprichter en mede-eigenaar van Hulpmiddelenwereld. Dus die zit heel specifiek in de hulpmiddelen voor ouderen. Maar Rob is een vriend van mij, dus ik ken zijn verhaal van het werken bij een Rabobank. Je baan opzeggen, die stap maken, met een groot concern samen gaan werken. Nou, met alle uitdagingen van dien. Ik heb een onvoorstelbare, ik weet niet of ik dit hier moet of mag gaan zeggen, hekel aan positieve discriminatie, waarbij wordt gezegd dat, ik ben ook heel erg tegenstander van het vrouwenquotum op dat vlak, maar ik heb wel heel veel respect juist voor vrouwen die het gewoon zelf doen, die niet zeuren of poets, maar gewoon zelf iets neerzetten. Die ken ik heel veel minder goed, maar Elise van der Graaf van NetPets. Elise. Als ik het goed zeg hoor. Van der Graaf. Volgens mij zeg ik het goed. Van MedPets. Hoe schrijf ik dat, MedPets? MedPets, M-E-D en dan Pets. Ja, een vrouwelijke e-commerce ondernemer die waanzinnig succesvol is. Nou ja, dat is ontzettend leuk. Nou, dan ga ik kijken of die is. Twee voorbeelden die compleet andere markten zijn. Nou, Stan, onwijs bedankt voor je tijd. Ik denk dat we, het zit alweer, hoe lang zitten? Een uur en 20 minuten al toch? Ja, niet gaat snel, hè? Ja, dat gaat heel snel, zeg. Zo. Ja, dat verbaas ik me ook elke keer nog. Ja. Maar dat is omdat, ja, je spreekt over je passie en... Ja, waarmee soms niet te stoppen. Nee, hè? Sorry. En ik luister er graag naar. En... Ja, dan is, ik hoop de luisteraars ook. Ik hoop het ook. Stan, onwijs bedankt. Heel graag gedaan. Jij bedankt. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende. En tot die tijd, lekker veel online verkopen.